Vandaag wil ik het graag in de reeks Vis van de Week hebben over de Betta splendens, ofwel de Siamese kampvis. Een visje die heel erg geliefd is bij heel veel aquarianen, simpelweg omdat hij zo fantastisch mooi is. Maar wat moeten we nu gaan doen, willen we op een goede, correcte, degelijke manier lang kunnen genieten van onze Betta splendens. Sunshiners, welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine Valley. Mijn naam is Dominique Maas, met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Vandaag wil ik het graag in de reeks Vis van de Week hebben over de Betta splendens, ofwel de Siamese kampvis. Een visje die heel erg geliefd is bij heel veel aquarianen, simpelweg omdat hij zo fantastisch mooi is. Maar wat moeten we nu gaan doen, willen we op een goede, correcte, degelijke manier lang kunnen genieten van onze Betta splendens. Zoals gewoonlijk gaan we beginnen met de beschrijving van de Betta splendens. Waar komt in godsnaam Betta splendens vandaan en wat moet je zoal weten als het gaat over de beschrijving van de vis? Betta komt voor van het Maleisische woord ikan betah. Wat betekent volhoudende vis? Splendens komt van het Latijn splendere en betekent schitteren, stralen, schitterend, stralend, zeer fraai en dat soort dingen meer. Dus eigenlijk komt het ongeveer op neer op de schitterende, volhardende vis. Of de stralende, volhardende vis, glinsterende, volhardende vis. Wie al ooit een Betta splendens heeft gehad en wie al ooit wat heeft meer gelezen over de Betta splendens, weet ongetwijfeld wat dat volhardende wil zeggen. Uiteraard Betta splendens, Siamese kampvis, het woord zegt het zelf. Ze zullen campen, vooral met andere mannetjes. Wanneer je twee mannetjes in één aquarium samensteekt, dan is het vrij eenvoudig. Survival of the fittest. Degene die het langst van al volhoudt om te gaan vechten tegen de andere, is degene die overleeft en de andere mag naar de vissenhemel. Zo volhardend zijn ze, zo eenvoudig is het. Wanneer de Betta splendens wil kweken, heeft maar één vrouwtje en als dat vrouwtje niet wil, dan zal het mannetje volhouden. Dus noods tot als erbij doodvalt. Volhoudend, volhardend, zeker en vast. De Betta splendens wordt in gigantisch veel verschillende soorten gekweekt. Vooral de vele verschillende soorten vinnen zullen menig aquariaan of beginnend aquariaan over de schreef trekken om deze fantastische vissen te kiezen. Deze afbeelding vond ik bij een kweker ergens in een Aziatisch land. Het is dus volledig Engelstalig, het spijt mij verschrikkelijk mensen, maar het is nu eenmaal zo. Waarin er heel veel verschillende staartvormen staan. Deze staartvormen kan je vooral gaan zien bij de mannen. De vrouwen zijn een pak minder aantrekkelijk en worden eigenlijk ook een pak minder aantrekkelijk gekweekt of ze doen er niet veel moeite voor. De mannen heb je dus in heel veel verschillende staartvormen, zoals de veiltail, crowntail, combtail, doubletail, spitetail, half moon, over half moon, delta, super delta, half sun, rose tail, feather tail, plakkaat, dumbo ears. En ongetwijfeld zijn dat alleen maar de soorten die die kweker zelf geeft en zijn er nog een aantal andere varianten al lang in de markt. De Betta splendens en zijn aquarium. Een confituurpot. Nee, dat gaan we niet doen. Een mini bokaaltje van een half litertje tot een litertje. Nee, dat gaan we niet doen. Een bokaal. Nee, gaan we niet doen. Maar wat gaan we dan wel doen? Nu, van waar komen die confituurpotten en kleine bokaaltjes, ideetjes vandaan? Enerzijds, uiteraard, omdat ze zo verkocht worden in een winkel. Ik hoor daar heel veel commentaar op. Op zich
Zou het nu misschien wel kunnen dat een beta gehouden wordt in een confituurpot gedurende een kortere periode? Wat per definitie in een winkel als het gaat over verkoop zou moeten zijn. Het gaat altijd over een kortere periode. Dus kan je daar iets wat losser gaan omspringen met normen en waarden? Maar zoals je merkt, ik ben mijn woorden heel voorzichtig aan het wikken en het wegen. Ideaal gezien is als je een winkel hebt waar een beta gehouden wordt zoals die gehouden wordt, namelijk in een aquarium, van minimaal 40 centimeter en 40 liter minimaal, als het een beetje kan, liefst richting 60 centimeter. 60 centimeter is een mooie aquariummaat voor een beta splendens. Hou er vooral rekening mee dat jouw aquarium niet te hoog is. Waarom niet? Wel, de beta splendens en vooral bepaalde varianten daarop lijken wel als mannen met een vrouwentrouwkleed aan die zitten rond te zwemmen. Ik daag alle mannen en ook vrouwen onder jullie uit om eens een trouwkleed aan te doen en dan eens een zwemmetje te gaan doen. Dat zal lukken, dat zal prima lukken, maar dat is potverdikke heel vermoeiend. Die heel vermoeiend is ook de reden waarom het aquarium best niet te hoog is. Dus de waterhoogte mag liefst niet te veel gaan zijn. Zodanig dat de beta ten eerste niet te veel moeite moet doen om wat hoger te gaan zwemmen, maar ten tweede ook ten gepaste tijde kan gaan uitrusten. Wanneer jouw aquarium dan toch qua waterhoogte wat hoger is dan een standaard aquarium voor een beta, dan kan je eventueel gaan zorgen voor verschillende rustplaatsen door middel van bijvoorbeeld grote bladeren van planten en dat soort dingen meer. Liefst dus minimaal 40 centimeter en als het een klein beetje kan, 60 centimeter. Ja, ik weet het, er worden hele kleine nanobakjes verkocht voor onder andere de beta en zelfs specifiek gepromoot richting de beta. Nu, 2-4 liter vind ik echt wel veel te weinig voor een beta splendens. 8-10 liter kan al prima lukken, maar... En dan komen we natuurlijk opnieuw bij het feit dat we met een bepaald watervolume zitten die een bepaalde stabiliteit zal geven aan ons water. Hoe kleiner dat volume, hoe minder stabiel dat water is, hoe sneller dat water ook te veel zal zijn om jouw vis nog goed en correct in te gaan houden. Dus als je naar een 8-10 liter bakje gaat, op zich zou het kunnen voor een beta splendens. Op zich heeft die vis ook niet meer nodig dan dat om te kunnen gaan overleven. Op één voorwaarde, dat jij geregeld onderhoud gaat doen. Het is dus zo, in 8-10 liter ga je veel meer waterwissels moeten doen dan in een bakje van pakweg 60 centimeter. Heb je er echter geen enkel probleem mee om elke dag tot elke 2 dagen waterwissels te gaan doen, dan kan het in principe gaan lukken. Nu, ik zeg het heel vaak, er is een groot verschil tussen kunnen en wat moeten we gaan willen om onze vis zo goed als mogelijk te gaan houden. Mijn advies is dus, ga naar die 60 centimeter bak, dan zit je veilig genoeg, zit je safe genoeg, heb je nog wat marge en dan zal het visje zich ook optimaal gaan voelen. Het is een hele prachtige vis, behalve als hij met zijn vinnen toe gaat hangen of als hij niet compleet op kleur is omdat hij zich niet goed voelt. Een hele belangrijke bij de beta splendens. Een superbelangrijke bij de beta splendens. Er moeten dekglazen liggen op jouw aquarium. De temperatuur van het water boven het aquarium moet zo goed als mogelijk bewaard blijven en moet zo dicht als mogelijk het aquariumwater gaan benaderen. Het zijn namelijk vissen die prima kunnen overleven zonder zuurstof in het water. Ze gaan namelijk lucht gaan happen aan het oppervlak. Wanneer die lucht dan aan het oppervlak een pak kouder is dan het water waarin ze zitten, kunnen zij flink in de problemen geraken, kunnen ze flink hard ziek gaan worden. Heel belangrijk, dekglazen, en als het een beetje kan, dekglazen die perfect afsluiten, zodanig dat de lucht boven het water goed vochtig en lekker warm blijft. Van essentieel belang. Beta en een kom. Je zou nu nog kunnen zeggen, stel dat het een grote kom is van 10 liter en ik zie het zitten om elke dag waterwissels te gaan doen. Dan nog kan het niet, want we hebben geen dekglazen. Jouw vis zal ziek worden, ongeacht. Maar we moeten ook heel duidelijk weten dat de bak voor een beta splendens niet te groot mag zijn. Waarom niet? Omdat de beta splendens heel territoriaal is
En wanneer je dan een te grote bak gaat pakken, zal die veel te veel moeite moeten doen om die ganse bak te verdedigen, zelfs al zit er geen enkele andere vis in jouw gans aquarium. Dus 60 centimeter, 40, 60 centimeter, maar ook niet te groot. Dus veel meer dan een meter moet je zeker en vast niet gaan. Een beta splendens. Wat heeft hij nu nodig aan filtering in zijn aquarium? Heel belangrijk om dit te gaan melden bij een beta splendens. In alle andere gevallen zou ik durven zeggen, zorg dat jouw filter voldoende biologisch materiaal heeft, zorg dat er voldoende doorstroming is en we zijn rond, we hebben voldoende om onze vissen te gaan houden. Bij een beta splendens is dat anders. Een beta splendens heeft nood aan weinig stroming, je mag daar dus zeker geen fel filter op gaan zetten. Voorbeelden daarvan kunnen zijn bijvoorbeeld een hang-on-the-back filter, een heel licht pompje, een heel licht intern pompje van mijn part, zelfs zolang het maar licht is, of uiteraard de gewone sponsfilter, wat, als je het mij vraagt, bij een beta splendens de voorkeur geniet om een sponsfilter te gaan gebruiken. Enig nadeel aan een sponsfilter, we werken met lucht. Als we werken met lucht, gaan wij dus eigenlijk lucht van buiten het aquarium in het aquarium gaan steken. En als we het in het aquarium steken, die koude lucht van buiten het aquarium, kan het ook zijn dat de temperatuur veel daalt boven het water. En we hebben daarnet geleerd dat we dat zeker niet willen bij de beta. Dus een goed genoeg biologisch gezien filter hebben we nodig met weinig stroming. Want nogmaals, ik daag je uit om te gaan zwemmen met trouwkleren aan. Laat staan als er dan nog iets veel stroming is. De beta splendens. Nu ga ik mezelf heel populair maken en heel veel mensen tegen de schenen schoppen of in het harnas jagen. De beta splendens is geen kamertemperatuur vis. 22 graden is te koud voor een beta splendens. De temperatuur voor een beta splendens is ideaal gezien 26 of zelfs 27 graden. En ja, ik weet dat er heel veel gezegd wordt dat het een pak kouder mag. En ja, het kan, maar dan zijn we alweer met die ganse discussie. Het kan of het is goed voor onze vis. Groot verschil. Een mens kan roken, maar daarom is het nog niet goed. Ik heb het gevraagd aan een aantal mensen die heel gespecialiseerd zijn in betas. Ik heb het zelfs in Azië gevraagd aan twee kwekers. En daar zeggen zij, ook die kwekers die dus aan de lopende band kweken, zeggen temperatuur 26, 27 graden. Straks komen we nog terug op de kweek. Maar als we naar kweek gaan, zelfs 29 à 30 graden. 29 à 30 graden is dan ook de uiterste waarde waarin we onze beta kunnen houden. Misschien 1 of 32. Maar de uiterste waarde. Het is nooit aan te bevelen om jouw vissen op de uiterste te gaan houden. Lukt het op 22? Ja, maar het is een uiterste. Het is nooit aan te bevelen om dat lange termijn te gaan volhouden. Is 30 mogelijk? Ja, maar het is nooit handig om dat op lange termijn te gaan houden. Verder qua waterwaardes zijn ze eigenlijk vrij eenvoudig. Als je kijkt naar de hardheid die ze graag hebben, dan kan je ze eigenlijk in België en Nederland gaan houden, ongeacht welke streek, op leidingwater. Dus de hardheid is geen enkel probleem. Maar ze hebben graag licht zuur tot neutraal water. Als we gaan kijken naar licht zuur tot neutraal water, is dat niet iets wat standaard uit onze kraan komt en met een KH10 GH20 gaan wij ook nooit een licht zuur water krijgen. Het is dus ergens een beetje een tweestrijd. Op vlak van hardheid kunnen we ze perfect gaan houden op kraanwater, op vlak van pH een stuk minder. Voor de mensen die niet weten, pH heeft invloed op kleur van onze vissen. Dat kan je ook gaan zien in een andere video van mij, een Wist je dat video. Dus pH heeft invloed op de kleur van onze vissen. Toeval wel dat we vooral met roodtinten gaan werken bij onze beta's. En die roodtinten komen een stuk beter uit wanneer we licht zuur tot zelfs zuur gaan qua water. Bij vissen bij de beta splendens. Op zich zijn er vrij veel vissen die bij de beta splendens zouden kunnen gehouden worden. Maar, zoals gewoonlijk vertel ik jou er maar bij. Ga zeker en vast geen vissen gaan nemen die lange staarten hebben,
of vissen die graag lange staarten lusten. Een neon bijvoorbeeld zou in principe kunnen. Maar. En ik ben daar zoals gewoonlijk met een maar. Jouw neons moet je niet gaan houden op 60 centimeter. Dat is gewoon te klein voor een neon. Terwijl onze beta misschien liever op 60 centimeter en niet veel groter gaat zitten. Dus daar zitten we met een probleem. Waar hebben we nog een probleem? Het is zo dat de Beta Splendens een carnivore is. Gaat dus eigenlijk liefst van al enkel maar vlees eten. Insecten in het wild. Maar in onze bak moeten we natuurlijk daar ook voor gaan zorgen. Gaan we gaan combineren met andere vissen, dan gaan ofwel onze andere vissen carnivorevoer moeten gaan eten, wat niet altijd goed is voor die andere vissen, ofwel gaat onze beta omnivoor moeten eten. En groenvoer is dan ook weer niet altijd even goed voor het maag- en darmstelsel van onze beta. Het is dus heel moeilijk om ook daadwerkelijk vissen te gaan vinden die passen bij een beta splendens, zowel qua karakter als qua eetgewoontes, qua lengte van het aquarium en dat soort dingen meer. Daarom zou ik eigenlijk bijna adviseren om een beta splendens niet te gaan samenhouden met andere vissen, omdat je het jezelf altijd veel te moeilijk maakt op dat ogenblik. Een beta splendens kan perfect alleen leven, alleen wij als mens, die kunnen redeneren, gaan dan zoiets hebben van och, garme dat beestje, het zit nu helemaal alleen. Geloof mij, een beta splendens kan perfect zijn ganse leven helemaal alleen zitten, zonder dat hij daar ook maar enig nadeel van heeft. Meer nog, een beta splendens, als je die gedurende langere tijd hebt, dan zal je merken dat die beta splendens een bepaalde band met jou opbouwt. Hij zal een band opbouwen met zijn eigen baasje. En zijn eigen baasje kan prima tegen die 60 centimeter, kan prima in dezelfde waterwaardes, kan prima hetzelfde voer gaan eten. Of beter gezegd, heeft er totaal geen last van. Beta splendens, mijns inziens, apart houden, alleen houden. Lukt zeker, lukt prima en de beta heeft er absoluut geen last van. Het enige wat ik daar als opmerking nog kan bijgeven, een beta splendens is een campvis, die heeft een soort, ja, adrenalineverslaving, als je het zo mag zeggen. Die heeft nood aan die adrenaline, die zal af en toe wel eens moeten kunnen kicken. Hoe kan je dat oplossen? De truc met het spiegeltje, heel eenvoudig, af en toe, niet frequent, af en toe gewoon een spiegel tegen jouw aquarium en laat dat maar even goed kwaad worden. Daar zouden ze, naar het schijnt, ik heb daar geen wetenschappelijke bewijzen van, maar ze zouden daar bijna van opkikkeren. De kweek van de Beta Splendens. Als je ooit een fantastisch scenario wil zien, dan moet je zeker en vast jou gaan verdiepen in de kweek van de Beta Splendens. Beta Splendens, als je één mannetje met meerdere vrouwtjes gaat samenhouden, om toch zeker te zijn dat er één vrouwtje is die wel interesse heeft, zodat dat, als je maar één vrouwtje bijsteekt, dat ze zeker niet de dood ingejaagd wordt omdat ze geen interesse heeft in jouw man. Ga dus jouw man gaan samensteken met verschillende vrouwtjes. Op een gegeven ogenblik zal je merken dat er één vrouwtje wel zin heeft om te gaan kweken met jouw Beta Splendens. Ze gaan een balsing doen, een dansje doen. Ze gaan zich om elkaar heen wikkelen. Vooral de man zal de vrouw vasthouden, dominant als hij is. Zal haar bijna dwingen om eieren af te zetten. Als het ei uiteindelijk dan uit de vrouw komt, zal de man die opvangen en in het schuimnest gaan leggen die hij reeds gemaakt heeft op voorhand. Dat doet hij gewoon constant, totdat de vrouw geen eitjes meer heeft. En dan is het oppassen geblazen. Dan moeten jouw vrouwen uit dat aquarium. Want de vrouw was net genoeg om zijn 5 minuten plezier te gaan blussen. En van zodra hij alles kwijt is, kan zij oprotten of sterven. Zo eenvoudig is het. Dus bedankt voor de seks. Tot de volgende keer. Maar als je niet maakt dat je nu weg bent, dan nek ik jou. Zo gaat het eraan toe bij de beta. Na een paar dagen komen de jongen uit en dan komen we weer bij hetzelfde karakter terecht. De jongen kunnen kiezen, maken dat ze sterk zijn of levend voer worden. Dus ook de jongen zouden kunnen verwijderd worden uit dat aquarium. Het is natuurlijk veel eenvoudiger om gewoon de man te gaan verwijderen en apart te gaan zetten in een ander aquarium. Heel belangrijk dus om te weten bij de kweek. 1 man, meerdere vrouwen. Zodra het schuimnest eitjes bevat, vrouwen eruit. Zodra de larven uitkomen, man eruit.
Jongen kan je grootbrengen met Artemianopli, azijn, aaltjes, fijn stofvoer en dat soort dingen meer. Eigenlijk het basisvoer voor elk jong van elke vis die groot wordt. En dan hebben we uiteraard nog het besluit. De betasplendens is een gevige vis die niet zomaar kan samengehouden worden met andere vissen. Meer nog, eigenlijk plaats je ze best gewoon alleen. In de winkel worden ze vaak in veel te kleine bakjes gehouden. Vergeet niet dat dit een tijdelijke oplossing is. Maar weiger wel om die hele kleine minibakjes van pakweg 2 liter mee te nemen om een beta in te gaan houden. Ga richting 40 tot 60 centimeter bakken die niet te hoog zijn. Geef ze volwaardig carnivoorvoer, weinig stroming, maar toch liefst goede filtering. Zorg dat de lucht boven het water niet te koud wordt, dus dekglazen die goed afsluiten zijn een absolute must. Kweken met de betasplendens hoef je absoluut niet te doen. De man kan er prima tegen om alleen te blijven. Ik hoop dat je iets had aan deze video. Ik ben ervan overtuigd als je ooit een beta neemt in huis dat je kan genieten van zo'n prachtige vis met een heel pittig karakter. We zien elkaar ongetwijfeld terug in een volgende video. Bijvoorbeeld de video die je morgen krijgt, een theoretisch thema. Of de video die volgende week maandag online komt, namelijk een volgende vis van de week. Maar ik vertel jullie dan welke het wordt. Bedankt om te kijken naar deze video. Ik wens je verder nog een fantastische dag toe. Vergeet zeker en vast niet te abonneren. Klik op dat duimpje omhoog. Fijne dag nog. Dag.